Hey mensen, leuk dat jullie weer kijken. Maar gaan we weer verder met Hunger Games. En volgens mij is dit wordt een van de 25 potjes, volgens mij. Want dit is volgens mij de 24ste uit mijn hoofd. Ik weet niet zeker, maar in ieder geval zoiets. Iets in de buurt, zeg maar. En dan zit ik al op een kwart van de 100, hè. Moet je nagaan en dan nog steeds, dat heb ik vorige aflevering ook al gezegd, nog steeds fucking bagger. Nog steeds ben ik er fucking bagger in. Ik kan het gewoon niet, ik weet het niet. Ik snap niet hoe mensen... Want jullie weten het althans wel, als ik fucking begin, dan kan je naar het midden toe. Nou, ik ga altijd heel mooi, nou, soms heel braaf naar het midden, soms niet. Nou, dus ik ga naar het midden. En dan, iedereen, ik weet niet hoe ze dat voor elkaar krijgen, maar sommige mensen krijgen, oh, wat is het, binnen 4, 3 minuten hebben ze al full iron en een fucking sword. Nou, ik ben al blij als ik fucking 1 iron chestplate heb en een fucking iron sword ofzo. Dat is voor mij de 5 minuten, en dan ben ik al blij. Maar ja, dat zoveel geluk heb ik nog. Ik weet niet. Altijd aan het begin dan moet ik altijd spam klikken. Oh, gekte. En dan lukt het mij nog steeds niet. Dat vind ik altijd niet zo fijn. En uiteindelijk zou je moeten zeggen dat ik gewoon uiteindelijk een keer moet winnen. Iemand moet mij een keer die prijs gunnen. Iemand moet het een keer geven. Nou, weet ik van misschien na 1000 keer proberen heb ik eindelijk 1 game gewonnen. Maar ja, dat speelt waarschijnlijk niemand het meer, dus dan is het een easy win natuurlijk. Dan ben ik in mijn eentje, nou, heb ik de gekste shit. En dan ja, dat is het. En dat wordt de Survival Games 4. Ja, die hebben we wel een keer gespeeld volgens mij. Nou, die naam herken ik dan in ieder geval. Ja, het kan ook gewoon zo zijn dat ik het gewoon een keer heb gefoto of zo, maar niet is geworden. Dat kan ook. Of juist dat ik het gewoon een keer heb gezien tijdens een foto of zo. En dan was het heel populair, toen niet meer. En toen was het een andere map en toen ja. Dat kan allemaal. Dat kan allemaal. Nog 5 seconden. Let's do the spacings. The spacings. 5 seconden, oké. Oké. Dus jongens, ik hoop dat dit goed gaat. Ik wil niet doodgaan. Ik wil fucking een zwaard hebben. En ik wil gelijk weg hier. Maar dit vind ik ook zo naar het. Vaak aan het begin ook heb ik echt met sprint heb ik soms ook een probleem. Dan probeer ik te sprinten. Maar dat lukt dan niet. Want dan. Ja. Dan ga ik net weg op het moment dat ik fucking. Okay. Oh shit, ik heb niks. Oké, nu heb ik een probleem. 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 Oké, nu moet ik wegrennen als een motherfucker. Ik heb helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Alsjeblieft, niemand hit mij. Niemand, alsjeblieft. Oh shit, nee, kut. Wat doe ik hier? Nee, wat doe ik? Gast, ga weg hier. Ren weg. Goed zo. Oké. Okay. Oh, chest. Een chest, een chest, een chest, 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 chest. Oh, ik wist het. Waarom? Waarom zag ik dat niet? Nee, joh. Waarom zag ik het niet? Oh, wat ben ik echt fucking achterlijk gewoon. Hé hey, mensen, daar ben ik weer. En waarom trap ik altijd in die fucking traps? Altijd. Altijd. Ik trap er altijd in, maar ik weet ook niet waar ze zijn. Dat vind ik zo irritant. Maar die zag ik wel. Op een moment toen ik daar op stond, zag ik wel die trap waaien. Maar toen was het al te laat. Maar ja, ik vond het zo'n mooie chest. Ik dacht ik moet hem hebben. Maar dat was echt alles of niets. Want anders was ik gewoon dood geweest. Want ik ging sowieso dood, want ik had toch niks. Dus eigenlijk, ja, of het nou waard, ik weet het niet zeker. Ja, Quarantine Pork Skype. Ja, hoor je dat? Pork Skype, ja. Wat voor taal zou dat zijn? Ik denk, ik weet niet. Portugees of zo. Weet ik het. Maar ik snap niet waarom mensen het vragen. Want ik ben niet nooit van het team. Want ik. Nou, ik weet niet. Misschien via Skype is dat wel vet natuurlijk. Maar. Zelf teamen zo van. Hey, wie wil te teamen? Dat vind ik echt bullshit. Want ik zelf ben iemand die gewoon iemand gaat naaien. Ik weet het zeker. Dat doe ik gewoon. Als het niet iemand is die waar ik niet mee met Skype praat of zo, hè. Als ik hem gewoon random net ken of zo, dan doe ik dat wel. Als het iemand is die ik echt goed ken of zo, dan doe ik het niet. Of dan is het gewoon voor de troll, maar dan zeg ik het ook vaak op een manier dat ze een beetje moeten gaan nadenken van wat de fuck bedoelt hij daarmee. En dan is het zo'n kill, dan is het meer van, oh ja, kut. Dat was het. Maar ik weet niet of jullie dat ook doen als jullie bijvoorbeeld Hunger Games spelen of welke game mode ook waar je kan teamen dat je dan gewoon je maat gewoon gaat naaien. Dat doe ik wel altijd, vind ik ook. Maar dat vind ik altijd grappig ook. Vaak de gekste reactie krijg je eruit. Maar dat vind ik wel grappig altijd. Welke map? Even checken. Oh, deze, want deze ken ik wel. Wat een drama gaat dit worden.
Niemand gaat mij dit gunnen. Niemand. En waarom kijkt deze gast naar mij? Ik vind dat niet zo prettig. Ik vind dat niet zo prettig. Te drekken, Temma. Ja, we gaan Temma doen, ja? Geen team, maar Temma. Nieuwe shit gewoon. Temma. Hé, jongen. Wil je met Temma joinen? Nee? Oké, dan niet. Dat is fucking random. Oké, kom. Let's go. Go, 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 go. Ja, godver helemaal niks. Wat een teringzooi. Wat een teringzooi, zeg. Ja, nu zijn al mensen dood. Nu word ik gehit. Je maakt echt een tyfusgrapje. Ja, ik durf niet achter me te kijken. Ja, chest. Ja, godver. Ik kan niks. Ik weet zeker, die gast zit nog steeds achter me. Oh, die gast is stil. Gaan wachten daarvoor om die chest te checken. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Oh shit, deze gast heeft hem niet gezien, of wel? Ik wil niet doodgaan. Oh, dat ik nog overleef. Ik vind het heel mooi. Ik vind het heel fijn. Ik overleef het, kom op. I can do this shit, motherfuckers. Een chest. Nee, fucking, ik wil een wapen. Nou, dat is ook goed, maar... Ik wil een goed wapen, alsjeblieft. Boot. Jij moet wel gekke loot hebben, of niet? Je bent wel heel groot. Dus geef mij iets. Kom op. Even checken of er niemand is. Nee, oké. Ik heb 2 gold. Trouwens, dus als ik een stick heb, kan ik een kondenswoord maken. En ik ga nu niet kijken of ik een stick heb. Nou wel. Fuck it. Nee, ik heb geen stick. Oké. Dat was even heel snel gekeken, maar volgens mij had ik geen stick. Het is wel fucking cool. Ik vind dit echt fucking cool ontwerp, vind ik. Degene die dat heeft gemaakt is echt goed. Maar oké. Okay. Let's do this. Oké, kom maar. Als iemand hier is, ben ik echt een lul. Dan is het gewoon instant dead. Oké, chess. Niemand is hier. Beter. Oké, go. Fucking naar beneden. Go. Checken. Nee, ja. Iron, een stick. Ja, we hebben een soort. We hebben een soort, jongens. Oké, check alle kamers. Check al die motherfucking kamers, boys. Ik praat echt nu heel lullig in mezelf, gewoon. Sneaky bastard. Ik denk dat ik dat niet zag, hè? Natuurlijk zie ik zulke dingen. Gekke shit, we krijgen gekke gold shit, jongen. Oké, ik ga alles pakken. Fuck it, ik gun niemand wat. Ik ga niemand wat gunnen. Oké, daar val ik dan voor altijd zielig in, of niet dan? Ik durf daar niet in te vallen, want ik weet niet hoe ik daar uitkom. Dat is mijn reden. Wat ik ga doen, ik denk dat ik het lef ga tonen. Ik ga gewoon terug om die tijd. Was maar zo'n feest, om die gold sword te maken. Als ik ga eerst kijken of ik wel een stone sword kan fixen. Stone sword, nice. Nog meer sticks, nice. Dit gaat heel lekker. Ik heb de gekste sticks nu. Even kijken hier, niet iets, nee. Oké, dan gaan we even deze pumpkin pie eten. Oké, let's go! En hop. Oké, ik heb een sword in de aanslag. Wat ik ga doen, ik ga even naar dat eilandje toe. En dan ga ik eventjes mijn bow alvast klaarzetten. Want ik heb 25 pijlen, dus dat is mooi. Oké. Ik krijg best wat de adrenaline nu in me. Oh joh. Oké, de bow. Oké, nice. Oké, de bow zo naast mijn ding. Heel mooi. Oké, dan gaan we. Je wil niet weten hoe zenuwachtig ik ben nu om daar naar binnen te gaan. Want dit is echt op of veranderen. Dit gaat het moment bepalen. Wat? Flikker op, joh. Oh mijn god, deze gasten. Waarom word ik altijd zo genaaid gewoon? Altijd. Waarom? Altijd gewoon. Zag mijn gekke shit dan.
Wacht, ik ga die gast even opzoeken. Even kijken. Deze gast, wat een flikker. Wat een fucking flikker. Het is maar dat je niet zijn HP kan zien, maar ik wil zijn HP weten. Fucking lucky bastard, hè. Fucking op mij springen zodat je een crit krijgt, hè. Fucking slim. Dat denk ik hard voor je. Hoe kan jij nou fucking voorhemmen hebben? Oké. Maar ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet op de blauwe duim te drukken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te reageren. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk de volgende keer weer. Deze gasten voor Iron. Later.